2013 stond in het teken van de bezuinigingen die ook Hengelo hard troffen. Met name de cultuursector kreeg het zwaar te verduren. De Waterstaatskerk en de naastgelegen kosterswoning, die werden gebruikt voor muziekuitvoeringen, worden afgestoten om aan de opgelegde bezuinigingen te kunnen voldoen. Rampzalig. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik vind het dramatisch. Ik heb dit ooit het mooiste plekje van Hengelo genoemd. Ik heb heel veel met die kerk. Hele mooie muziekuitvoeringen meegemaakt. Het is een fantastische kerk met een akoestiek die ze weerga niet kent. Toen bleek dat de muziekschool nog eens extra 300.000 euro moest bezuinigen, stapte het voltallige bestuur op. Koen Buys van Poppodium Metropool is interim directeur. Metropool verkeert zelf ook in financieel zwaar weer en moet nog 450.000 euro van een lening terugbetalen aan de gemeente. Eigenlijk is het volledig conform het scenario dat ooit is geschetst. Wij zouden tot aan het moment dat wij onszelf door onze opstartjaren heen waren, zouden wij toegroeien naar een sluitende exploitatie. En we zitten nog in opstartjaren, dus daar horen die aanloopverliezen bij. En dit is gewoon het verwachte aanloopverlies, zou je kunnen zeggen. Ook andere besturen dreigden met verregaande maatregelen wanneer de opgelegde bezuinigingen van het college door zouden gaan. Het bestuur van Ponystal het Geerding dreigde alle ponies naar het slachthuis te brengen wanneer de gemeente het zakgeldproject en de betaalde medewerkers zou schrappen. Zover kwam het niet. De ponystal gaat toch door, maar met minder financiële middelen. Volgens mij zijn zowel het college als het bestuur van de ponystal het Geerding ontzettend tevreden. We hebben afgesproken dat de ponyactiviteiten blijven bestaan. Dat daarvoor het subsidie beschikbaar blijft wat we al jaren verstrekken. En dat daarnaast het bestuur gaat werken aan het wijkservice concept. Maar afhankelijk van in welke mate dat slaagt en met welke financiële middelen. De ponyactiviteiten waar zoveel vrijwilligers en zoveel kinderen van genieten, die blijven gewoon voortbestaan. De toekomst van het badhuis en de naastgelegen Arienschool blijft onveranderd onzeker, al hebben zich nu een aantal mensen verenigd in de vrienden van het badhuis die het monumentale pand willen redden. Laten we eerlijk zijn, zowel voor Welbions als voor de gemeente wordt dit langzamerhand een hoofdpijndossier. We willen kijken wat we daar samen aan kunnen doen. Ook de komst van een skateplaza op de Bataafse Kamp is onzeker, omdat de provincie er niet aan mee wil betalen. Bovendien zijn zowel coalitie als oppositiepartijen verdeeld of een skatevoorziening op die plek wel een verstandige optie is. De school en omwonenden verwachten overlast en zijn tegen. Voorlopig dus geen skatepark. Wel kwam er begin dit jaar een ijsbaan aan de Van Alphenstraat. Die kan zomers als skielervoorziening worden gebruikt door leden van de Hengeloze IJsclub. De ijsbaan ging kort na de feestelijke opening alweer dicht vanwege lekkende zijkanten. Nou, als ik kijk wat het uiteindelijk geworden is en wat ze ervan gemaakt hebben, hebben we hier natuurlijk een prachtige baan liggen. Volledig geasfalteerd. Alleen ja, nu ligt er ijs en sneeuw op. En dat is natuurlijk ook de bedoeling in de winter. We kunnen dus niet zien het vele werk en de hoge investeringen die er getroost zijn om dit mogelijk te maken. Wel had Hengelo dit jaar weer een ijsbaan op het burgemeester Jansenplein. Deze clinics doen we vanuit KNSB en hoofdsponsor KPN. En alle partners, omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd zoveel mogelijk gaat schaatsen. Toch waren er ook lichtpuntjes dit jaar. Wethouder Jan Bron kreeg veel geld van het Rijk en de provincie om de verplaatsing van Stork Termek naar de kanaalzone en de doortrekking van Laan Hart van Zuid te realiseren. Ja, dit is voor ons de aftrap van een heel groot project, hè, waar de gemeenteraad 74 miljoen heeft voor beschikbaar gesteld. Met ook grote dank aan de provincie, waarvan 40 miljoen door hem beschikbaar is gesteld. Dus gezamenlijk, gemeente en regio en provincie, zijn we erin geslaagd om vandaag het stadshandeling te verrichten voor een belangrijke ontwikkeling hier. Dat betekent dat we hier een gebied gaan ontwikkelen van 9 hectare, waarvan Stork 4,3 hectare in ontwikkeling neemt voor een nieuwe fabriek. De FBK Games en het atletiekstadion werden op het nippertje behouden omdat een Belgisch bedrijf zich garant stelde om de bezuinigingen van 280.000 euro op te vangen.
Zo werd er toch geen voetbalstadion voor de dames en de belofte van FC Twente, zoals wethouder Erik Lievers en FC Twente-voorzitter Joop Munsterman wilden. Ja, gelukkig wel, want je zou er toch niet aan moeten denken, Hengelo zonder FBK Games. De Beren bestonden in juli 1 jaar en hebben hun plek in de Hengeloze samenleving inmiddels gevonden. En Hengelo begint eindelijk in te zien hoe mooi de stad is met zijn wederopbouwarchitectuur. Tijdens de maand van de wederopbouw liepen de Hengeloers massaal uit voor een film over deze periode. Ook was Hengelo trots op de hit van het jaar, Hengelo OOO van cabaretier en oud-Hengeloer Jeffrey Spalburg, die dan ook meteen de nieuwjaarsreceptie van de gemeente mag opluisteren. Hengelo.